Welkom terug, trouwe kijkers en wellicht nieuwe belangstellenden. Ik heb vandaag op het programma deze Alfa Romeo GTV 3.2 V6 in rode uitvoering. En dan heb ik hem vandaag niet voor poetswerk of wat dan ook, maar voor paleiswerk en dan van het glaswerk. En na schadeherstel, en ik meen dat de Alfa compleet is overgespoten. Is hier en daar per ongeluk, want ja goed, ongeluk zit tenslotte in een klein hoekje. Met de schuurmachine het glaswerk geraakt. Dus hier zie je een hele lange lopen. Van hier naar daar, hier zit een hoekje, hier zit een hoekje. En heb ik op de achterruit en op de zijruit achter, aan die kant, heb ik dan ook nog glasschade. Ik heb al foto's gemaakt waar ik de lamp erop kon zetten. Dus die zal ik in de vlog verwerken. Die zie je dus ook zo meteen hierna. Dus ik heb alweer een leuke uitdaging qua het polijsten van glaswerk. En nu zie ik ik plak altijd stickertjes aan de binnenkant. Want dan weet ik namelijk, als er polijst op zit en ik ga polijsten, dan weet ik ongeveer waar de kras begint en eindigt. En ik zie nu dat hij dus inderdaad iets wat verder loopt, als dat het stickertje geplakt heeft. Maar goed, dat is zometeen aan mij om dat in ogenschouw te nemen. Ik ga beginnen. Ik heb al wat gedeelte van mijn spullen bij elkaar gelegd. En daar zit dan dit soort kleine, hele kleine petjes en dit soort hele kleine petjes, met name omdat ik vlak bij de randen moet zijn. En dan heb je met een grote, en vooral als je straks in hoekjes komt, heb je dan een kleine meerwaarde als aan een grote. En ja, dit is polijstwerk. Ik zal ook nog even de camera oppakken. En dan kijken of ik er even een stukje bewegend beeld van kan maken, dus zodat je de schade dus kunt zien. Moment. Goed, dan gaan we eens even kijken waar... Kijk, je ziet hem. Hier zie je hem zitten. Zie je? En dan gaan we naar beneden toe. Dan hoop ik dat ik hem op die manier te pakken kan krijgen. Waar is die? Ja, daar komt hij. Kijk. Hier zit een lange. Zie je? Hij loopt ietsje verder door dan dat ik... Hij zit nog precies ook nog net onder het restantje lijn van de tape wat erop zat. Even kijken, weer even wat lager zetten. Dat is altijd lastig, maar hier zit altijd naar... Ja, kijk, daar komt hij weer. En zo zit dat. Even zoeken. Ja, daar is die. Kijk. En dat heb ik dan aan de andere kant ook. Ik zal even... Hier zit hij nog onder het plastic, omdat ik... wacht even, je kan hem hier waarschijnlijk ook al... Nee, niet. Hier zit er dan nog eentje. En dan hier bovenin. Even kijken, waar zit die? Daar, ja, daar is die. Dit stukje. Zodra het achteruit gedaan is, dan plak ik de zijkant van de deur af. Bril op, want het is gehard glas en mocht hij springen, dan heb ik in ieder geval mijn ogen veilig.
Waar glaspaleisten met name zeer interessant voor is en kan zijn, is glaswerkpaleisten krassen verwijderen, met name uit late youngtimers en oldtimers. Met name als je het glas, originele glas erin wil hebben, want dan mis je de logootjes. En hier zitten nog alle originele Alfa Romeo logootjes in het glaswerk. Dus als je de ruit zou moeten vervangen, dan mis je die logootjes, waardoor dus de authenticiteit en de originaliteit van de auto teniet kan gaan. En dat wil je eigenlijk niet. En dat wil je natuurlijk het liefst zo lang mogelijk voorkomen. En in dit geval is glaspaleisten dan een uitermate goede oplossing. De achterruitje en de zijruit is klaar. Ik ga nu de achterruit doen. En dan die kant heb ik er nog twee. En dan zijn we al aardig op weg. We zijn al bijna op de helft. En dan ga ik het glaswerk nog even op glanspolijsten. Niet op krassen, maar op glans. En dan de ramen aan de binnenkant schoonmaken. En dan gaan we alweer aardig richting het einde. Maar zover is het nog niet. We gaan nu naar de achterruit. Het glaswerk is klaar. De schuurschade en krassen zijn eruit. De auto kan terug naar de opdrachtgever, die hem vervolgens weer af kan leveren aan hun klant. Ik ga nog even de laatste kleine stukjes even afmaken en uiteraard nog even de nashots geven. Het mooie van nu is dat het glaswerk is nu zo helder en zo glanzelend dat ik geen licht nodig heb of een lampje nodig heb om te laten zien dat er geen schade meer in zit. Dus dat is heel prettig werken zo. Want soms een camera vast en dan een lampje is vaak niet handig. Maar op bewijzen zal het met en zonder lampje goed te zien is dat het hersteld is. Ga ik je dat alsnog even in de laatste shots laten zien. En dan is het voor mij weer bedankt voor je belangstelling en wellicht tot de volgende video. Ciao. Even kijken hoor, want de schade zat hier ergens in het hoekje. Het glas is nu zo schoon dat zelfs de hele kleine oppervlakkige poriën gewoon zichtbaar zijn. Kijk, hier kan je zien dat ik het glas niet gedaan heb. Ik heb echt dat hele stuk gedaan wat zwaar beschadigd was. En dat geldt eigenlijk ook hier in het hoekje. Even kijken hoor. Lastig. Ja, oké. Okay. En je kan nu de reflectie van de TL-balken achter mij kun je gebruiken om te zien wat de schade, waar de schade niet meer zit. Lukt dat bij deze ook? Kan ik dat met TL-verlichting van boven zien? Nee. Dit dan. Dat gaat een stuk beter. Goed, en zo heb ik hem ook dus. Hij zat. Hier zat hij, in zo'n hele lange. Van bijna van de middenkant tot zo. En die zat. Hier zat hij. En op de achterruitje zat hij daar.
En op de zijruit hier. Thank you.